Nee, wees maar niet bang dat ik ga zingen. Ik vind dat ik dat niet zo heel goed kan. Maar ik ga wel schreeuwen. Niet heel hard, ik ben moe. Ik rijd het laatste stukje naar huis. Ik wacht dat die auto's voorbij zijn. Even, kom eens weg. Ik weet niet wie van jullie volledig hebben meegekregen wat er op dit moment speelt. Ik zie heel veel voorbij komen. En er zitten ook mensen tussen die vinden dat ik mijn mond beter dicht kan houden, negeren. Ik ben er klaar mee. Het is afgelopen. Ik ben gisteren niet... Ik heb me niet weg laten sturen. Als je terug gaat naar mijn live van gisteren... Ik ga hem zelf nog nakijken. Ik zal alle stukjes eruit halen waar we uitgescholden worden, beledigd worden, bedreigd worden, fysiek bedreigd worden. Dat terwijl de organisatie mensen heeft gewaarschuwd, hè? Laat ze met rust. Wat jullie zeggen klopt niet. Wij kennen deze mensen. Security van Jérôme, de love bear van Paris, die me meerdere keren heeft gezegd, joh, je roept me maar en ik sta naast je. Ik heb het niet gedaan, want ze hebben een veel belangrijkere taak en dat is een grote verzetsheld te beschermen. Ik had ze namelijk elke paar honderd meter dan wel kunnen gaan roepen. En zo zit ik niet in elkaar. Het moment dat ik brak was niet vanwege de aanvallen op mij. Weet je, ik ben dat gewend. Niet alleen van dit debiele clubje. Junkies en sloegen. Zakken, diarree, etc. Weet je, inmiddels weet ik daarmee om te gaan. Maar dat jij het fatsoen niet kunt opbrengen om je privé shit buiten een eerbetoon, niet eens een manief, een eerbetoon voor de gevallen gele hesjes. Wie ben ik om dan te zeggen ik blijf meelopen en daardoor dus continue spanning. En shit, ik heb ook genoeg mensen in de manief die naar me toe kwamen van joh, wat is er aan de hand? En dan legde ik het uit. Ook als ik dat terug kan vinden, als het goed verstaanbaar is, zal ik ook dat in de samenvatting zetten. Ik ben echt zo woest. Ik ben klaar met hernia, herpes, anabole doos, plek met een spraakgebrek. Valse scheur, noem ze maar op. Ik ben er klaar mee. De rotte plekken in het verzet. Bla, 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 bla. Geen snippertje bewijs. Geen snippertje. Ik ben weggegaan zodat de rust kon terugkeren. Ik ben woest. Echt. Pislink. Dus de komende tijd, want ik heb gisteren ook met iemand gebeld. Ik heb gezegd, ik ben er klaar mee. Ik zeg, ik ben, weet je, we hebben meer dan, er zijn meer dan 40 aangiftes tegen onder andere anabole doos gedaan. En het wordt bijna allemaal van tafel gegooid. Ik weet dat er nu één zaak loopt en ik hoop echt oprecht dat dit de zaak gaat worden die voor de rechter komt. Hey, een uitgewoonde anabole doos. Als jij morgen echt een hoorzitting hebt, hè? Het is geen civiele zaak, want ik heb geen oproep gehad. Het is geen strafzaak, want ik heb geen oproep gehad. Niemand. Dus het enige, als het al überhaupt waar is, is dat jij met je domme, uitgewoonde grot een artikel 12 procedure bent gestart. Die jouw onwetende, domme schaapjes voor je gefinancierd hebben. Dat weet ik zeker. Kost een 7 honderd. Daar begint het mee. Ik hoop echt. Als het waar is. Dat het een artikel 12 procedure is.
En die gaat backfiren in die lelijke grafbek van je. Want dan komen wij met onze dossiers. Onze bewijzen. Ik heb 3 dagen lang, hè, van 's morgens tot 's avonds zitten schrijven om mijn aangifte van 6 oktober tegen jou te onderbouwen. Tenen krommend naar je shit lopen luisteren. Uitschrijven. Dat doe ik niet meer, weet je. Dus mijn bewijzen komen binnenkort echt allemaal online. Ik ben er klaar mee. Ik hoef jou niet voor de rechter te zien. Ik weet dat er genoeg anderen zijn. Dus ik ga ervoor zorgen dat voordat dat plaatsvindt, dat wat ik tegen jou heb, dat het geopenbaard gaat worden. En ik ben niet alleen. Weet je, de demo-wereld is al kapot. Niet door mij. En ik pretendeer niet te willen of te kunnen de laatste klap te kunnen geven op die ego- en emo-draaiende demo-wereld. Maar ik ga wel de rotte plekken eruit branden. Ja, ik ben er echt klaar mee. Zolang dat niet gebeurt, gaan we inderdaad geen stap verder komen. En voor die mensen die dus vandaag hebben lopen reageren, je moet je mond dicht houden, je moet het negeren, je moet erboven staan, bla 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 bla. Hey, dat heb ik echt al nou zo'n 2 jaar gedaan. Weet je, af en toe een leuk plaatje, meer niet. Dan kan je je persoonlijk aangevallen voelen. Ik verbaas me echt over het feit dat er dus zo'n plek met een gebrek is. Hernia, herpes. Noem ze maar op. Zo geobsedeerd zijn. En alles van mij kijken. Echt, waar haal je de tijd vandaan? Weet je, ik doe dat niet. Nog steeds niet. Ik krijg dingen aangeleverd van dit moet je wel echt even bekijken en beluisteren. En voorheen had ik nog zoiets van, joh nee, doe maar gewoon archiveren. Dat komt wel. Nou, dat moment is nu gekomen. Dat ik dus wel dingen ga kijken en luisteren. En ik ga mijn bek niet meer dicht houden. Het is klaar. Het is echt klaar. Echt klaar. En er hoeft er echt maar 1 aan mijn deur te komen. Echt. Eén aan mijn deur en ik ga voor jou achter de dikke deuren zitten. Echt waar. Kom bij mijn huis waar mijn kind woont. En ik laat Kali in mij los op jou. Echt waar. Ik ben geen vechter. Niet op die manier. Ik hou er niet van. De mensen die me kennen weten waarom. Maar weet je, kom in de buurt van mijn kind. Er gaat een knop op. Die ik niet kan en niet wil tegenhouden. Dus als je denkt van je doet daar verdeel en heers. Nee, we zijn al verdeeld tot op het bot door dit soort zwakzinnige debielen. Echt zwakzinnig, weggesnoven, gespoten, whatever. Ik doe niet ook aan heersen. Ik wil helemaal over niemand heersen, maar ik ga wel mijn waarheid naar buiten brengen. En dat doe ik voornamelijk op mijn profiel, want het is persoonlijk. Dus ik ga mijn pagina daar niet mee vervuilen. En als je het vervelend vindt of je eraan stoort, hey, je kan me ontvolgen, je kan me ontvrienden, je kan me zelfs blokkeren. I really don't care. Je m'en fous. Je m'en fous. I really don't care. Maar zoals ik al in mijn laatste post heb gemeld, anabole wimperdoos. Te laf
om je te laten zien. Kom dan, weet je. Maar je verschuilt je achter mensen. En achter je zwakzinnige verhaaltjes. En je drama. Als een dief in de nacht kom je het land binnen. Hé, vrouw, ik ga zo diep in jou duiken. Echt, die anus van jou gaat nooit meer dicht. En nogmaals, als jij het eraan stoort, verdwijn van mijn profiel, verdwijn van mijn pagina. Maar het is klaar. Wij kunnen niet verder met het verzet zolang dit soort rotte plekken blijven etteren. En ik blaas echt nog liever mijn kanaal op, mijn pagina op, dan dat ik nu nog mijn bek dicht hou. Echt waar, ik ben er klaar mee. Afgelopen uit. Ik heb in de afgelopen 24 uur al zoveel shit van jou ontvangen. En ook mensen die zeggen, joh, ik doe het even privé, want weet je, ik kan het niet hebben. Ik durf het niet aan. Ik snap het. Maar ik denk dat Team Debbie's meer aanhang heeft dan een zielige hernia uit Den Haag. En een herpes uit Berg en Donk. Een plet met een gebrek uit Gouda. En een anabole wimperdoos uit Verwegistan.